Ingezoomd. Dag beste ingezoomdkijkers. Jullie hadden nog iets te goed van Halse carnavaliste Johan Sluis. Hopelijk hebben jullie vorige week heel goed genoten van de babbel met Johan. En vandaag heeft hij nog meer in petto voor ons. Kijk maar. Ik wil nog één ding laten zien. De kleine vantjesboer. Wat zit er achter dat verhaal? In een tijd was er prinsenbal en verkleedbal. En de eerste prijs was een vantjesboer. En dat is nu juist een vantjesboer gemaakt door Marcel Rossi. Dat gaat er nergens mee vinden. Nog één gezamenlijke foto van de familie. Van prinsen en prinsessen. Dus wij, onze kleine, onze zoon Sven. En daarachter staat er iets ganz belangrijks. Deze twee. Wij waren het eerste prinsenkoppel die bij de verbranding de prins en de prinses nagemaakt hadden. Voor te verbranden. Ah, dat is gemaakt geweest door mijn schoonmoeder. Nu zie ik het. Ja. Super. Dat is mijn vrouw. Prinses Nadine en Johan. En daarnaast is de zoon als miniprins. Dat zijn reliquieën, hè. En dan hangt hier nog een beetje zo van alles, hè. De diploma's van de fan en de... Ja. En wat verzamelde ze nogal het liefste? Want ik zie dat je inderdaad echt van alles hebt, hè. Ja. Hier. Bij de dagreis, uiteindelijk, wij zijn begonnen daar met sjaars te maken papier-mâché. Dus kippendraad en papier erover. Daarna is de periode van polyester gekomen. Maar dan hadden wij onze konijnenkop. Nog iets, zeer persoonlijk, dat is mijn scepter. Super. Wat betekent dat? Teken van de macht eigenlijk. Maar deze is gemaakt geweest door mijn schoonbroer Jan. Altijd in verband met uw professionele business. Toen een tijd was ik aankoper bij Colruyt van cosmetica. Dus je ziet, alle producten, cosmetica, aarspeldjes, lippenstiften, is daarin verwerkt. En Johan, wat is uw allermooiste, mooiste herinnering? Dat is het moment dat de prins uit de ton komt. En je komt op de grote markt, je ziet die massa. Dat is aangrijpend. Maar voor mij persoonlijk was er ook het moment dat ik de medaille kreeg van Tassen Duvel. Dat was bijzonder. En natuurlijk, de laatste keer dat de keel dicht zat, dat was de Gouden Mastel. En hoe zit je eigenlijk aan al die spullen geraakt? Zijn dat soms mensen die je dingen geven? Of echt, zijn dat concrete dingen waar je echt naar op zoek gaat? Ja, uiteindelijk, ik heb het al gezegd, wij gingen zeer veel als prinsen buiten Halle. Dus je krijgt automatisch zo. En van tijd ene dat je hoort, ik stop met mijn verzameling, wilde jij die? Natuurlijk, kom, geef. Maar ik heb nu al mijn dubbels, die heb ik allemaal weggegeven aan degene die nog willen. Ja. Ik kan hier uren komen zitten en kijken. Hè. En dan spreken die medailles tegen mij. Dus ik denk dat jij wel etterlijke uurtjes verslijt op je zolder. Ja, ik doe dat graag. Ik heb eigenlijk nog één wens. We zien hier allemaal die verzamelingen, die van mij, die van iemand anders. Uiteindelijk is dat spijtig dat dat niet verloren gaat, want we zouden moeten een plaats hebben waar dat je dan een keer kunt tentoonstellen. Dus iedereen, hè, zijn tentoonstelling van, hier zitten diamanten, hè, ergens verborgen, hè. Dat zou prachtig zijn. Dat is tegelijkertijd een mooie oproep in deze ingezoomd, hè. Dat we niet enkel digitaal de verzamelaars samenbrengen. En dan wil ik nog één dingetje weten van u. Heel graag, heel graag. Wat is uw favoriet carnavalslied? Oh, dat is heel eenvoudig. Dromen zijn bedrog van Borsato. Waarom dat liedje? Want anders vraag ik dat toch. Dat was ons carnavalliedje toen we prins waren in 1995. Dromen zijn bedrog. Je moet dat dan zien, je beleeft dat, je staat voor de grote markt en gans dat volk zingt dat mee en danst dat mee. Dat is buitengewoon. Dat is buitengewoon, ja, absoluut. Super, Johan, ik heb er echt zwaar van genoten.
Dat is prachtig wat je daar allemaal hebt staan. En ik zou zeggen, geniet er stilletjes voort van. Leuk dat we konden meegenieten nu natuurlijk. Dank je, voor mij was het ook zeer aangenaam. Dikke merci. Salutjes, hè.